Hallo, kennen wij elkaar nog? Wij zijn de Positivo's. Maar mensen? Dat zijn we nog niet zo lang. Dat zijn we eigenlijk pas 2 weken, want wij zijn pas 2 weken in de heren. 2 weken? 2 weken alweer. 2 weken alweer. Was zondag voor een week dat wij ineens in de heren raakten. Lijkt wel een eeuwigheid. In de heren. Was in Dancing de Calabas. In Slikkerveer was dat. Wij traden toen op en nog maar eens in de 2-3 maanden. Dat ging helemaal niet met de vorige groepie. Freddy en his ruigpoten heten we toen dus nog. Kan je nagaan, de naam alleen al. Nee, en wij waren iedere avond verschrikkelijk dronken. En wij werden stoned. En misschien waren wij ook nog wel homoseksueel. Wie zal dat zeggen? Want wij hadden geen oog voor de heren. Want wij zaten altijd maar achter de wijven aan. Ja, dat zeg ik toch. We hadden geen oog voor de heren. Hé? Hey? Wij hadden geen... Nee, wij zaten altijd maar achter de wijven aan. Nou, en toen traden daar op. Na ons kwamen zij. Dat was de groep Total Los. Was heavy metal muziek. Tenminste, zo kenden wij die knakkers van vroeger. En die hadden een succes, die boken was vreselijk. Ongelooflijk. Die waren ineens overgegaan op gospel en die heten nou de Holy Childs, die gasten. Akelig. Ik zeg tegen zijn, joh, met een slidegitaartje erbij maken wij dat soundje ook. Tuurlijk. Kennen wij toch ook, bovendien hadden wij precies dezelfde installatie als die gasten. Nou fijn, s'nachts schrijven wij onze eerste gospel. Precies. S'ochtends maken wij een demootje ervan. Ja. Nou, dat is nou een single geworden. En zo zijn wij dan in de heren gekomen en die single loopt leuk. Dankzij de heren, kan je wel zeggen. Ja, en dankzij de heren van Sinalco Records, onze nieuwe platenmaatschappij natuurlijk. Want toen we nog bij de heren van Tapioca zaten, die heren, nou, die deed toch een malle moer aan die heren, hoor. Zij hun tongen afbijtend 7 x 70 x door een bandenbraambos moeten kruipen? Nou, al die gasten, hoor, van Tapioca Records. En Robbie van Zon dan, onze vorige manager. Robbie van Zon, die er met de promotiefoto's vandoor is en een busje met voor 2000 gulden versterkers. Dat hij tot in lengte der dagen zijn hart mag drinken in kokende olie, zijn haren uitdrukken en op as gezeten en sintels. Zo zijn en nog veel erger, joh. Nou goed, wij hebben nou dus onze eerste gospel single. Volgende maand krijgen wij ons eerste showtje bij de EO, want die doen heel veel voor de gospel. Maar vanavond, beste mensen, de primeur. Hier komen de Positivo's met het wijnjaar 0. Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas. Jezus rookte hash, nog sigaret. Jezus ging altijd op tijd naar bed. Jezus spoot zich niet met harddrugs vol. Jezus ging bij het eten uit zijn bol. Van dat ene glaasje rode wijn zou ook jij niet zo verstandig zijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar 0. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een blanco giropas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto rond, had geen motor onder zijn kont. Dat zou trouwens onverantwoord zijn, want 's avonds dronk hij liters tafel wijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kandekru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar 0. En dan bracht hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo,